Wij als maatschappelijke partners zijn het er volledig over eens. Het is nu of nooit voor een sportieve, gezonde generatie. Bijna 40% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar en bijna 60% van de kinderen tussen 12 en 17 jaar voldeden in 2020 niet aan de beweegrichtlijnen die wij in Nederland kennen. Een gezonde generatie die voldoende sport en beweegt en die ook een goed sociaal netwerk heeft, die is weerbaarder en dat verlaagt de druk op de jeugdzorg en vermindert jeugdcriminaliteit. Ik denk dat het enorm belangrijk is dat kinderen jonge leeftijd ervaring krijgen in het bewegen, het plezier daarvan meenemen, daardoor ook maatschappelijk en sociaal wat beter ontwikkeld kunnen worden. En dat betekent dat waarschijnlijk deze kinderen vaker gaan sporten, meer gaan bewegen, socialer is, minder gezondheidsproblemen krijgt, zich beter kan aanpassen in de maatschappij. Hoe gaaf zou het zijn als deze kinderen vanmiddag ook nog bij de plaatselijke voetbalclub hier buiten op het kunstgrasveld nog een uurtje kunnen spelen en sporten. Dat zou toch fantastisch zijn. Met een begeleiding van misschien wel een trainer daarbij onder verantwoordelijkheid van een opgeleide gymnastiekleraar. Dat is denk ik waar we naartoe moeten en wat we op dit moment nog te weinig hebben gerealiseerd. Sommige kinderen zijn als gevolg van corona toch heel erg op zichzelf aangewezen geweest. Hebben weinig vriendjes kunnen ontmoeten. En wij zien in de jeugdzorg ook dat sommige kinderen daar problemen mee hebben gekregen. Lopen, 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 omhaal. Ik denk dat de overheid daarin een hele belangrijke rol kan spelen. Namelijk om partijen met elkaar te verbinden. Dat betekent dat we in de wijk, dicht bij huis, met hun ouders, met de straat, maar ook met school en met de sportvereniging, op het pleintje, dat kinderen gestimuleerd worden om te bewegen. Een sportieve, gezonde generatie vergt om te beginnen dat er een visie is, bovendepartementaal, over sport voor jonge kinderen. En ten tweede denk ik dat het heel belangrijk is dat we de ontwikkeling van kindcentra makkelijker maken, dat school en kinderopvang samen kunnen werken om tot brede dagarrangementen kunnen komen waar sport ook een volwaardige plek heeft. Het is belangrijk dat kinderen een gevarieerde dag hebben. Dan leren ze ook beter. Voor een sportieve, gezonde generatie is er volgens mij een samenwerking nodig tussen vakleerkrachten in het onderwijs, tussen buurtsportcoaches in de wijk, de ouders van de kinderen die helpen met een gezonde generatie, de jeugd, wijkwerkers die helpen met een gezonde generatie. Zonder die samenwerking wordt het projectmatig, maar het moet een duurzaam, lange termijn beleid zijn waar kinderen in de praktijk echt iets aan hebben. Wij roepen u op om ons te helpen. En dat kan allereerst door alle scholen en kinderopvangcentra een visie te laten ontwikkelen op verlengde schooldagen, op rijke dagarrangementen of integrale kindcentra met sport, bewegen en cultuur. Als tweede vragen wij u om de belemmeringen weg te nemen tussen jeugdzorg, tussen cultuur, sport, bewegen, onderwijs en kinderopvang. En om een intersectorale arbeidsmarkt tussen hen mogelijk te maken. Als derde de sport- en beweegsector verder te professionaliseren, zodat zij als volwaardig partner actief kan zijn. En het is belangrijk dat u ons helpt, want we weten, wij als maatschappelijke partners zeker, voor elke euro die u investeert in sport, bewegen en cultuur, krijgt u 2,5 euro als baten terug, als maatschappelijke waarde.